Nele Bouwens, we zijn nog vroeg in 2023. Nieuwjaarswensen geven mag nog. Wat mogen jouw wensen dit jaar? Je overvalt er mij een beetje weer, maar volle zalen. Als ik speel, heb ik het liefst van al volle zalen. Dus daar word ik altijd heel blij van. Je hebt 2022 heel intensief gevolgd, actualiteit tenminste, voor deze conferentie, zeg maar. Als er één gebeurtenis is die je zou mogen uitnemen uit 2022, welke is je dan best bijgebleven? Goh, daarover valde mij dus ook mee, omdat als je elke dag de actualiteit leest en als je ze hoort, dan is er niet zoiets die mij per se is bijgebleven. Alhoewel, ja, misschien toch wel de mistoestanden in de crèches in Vlaanderen. Dat heeft mij wel heel hard aangegrepen. Omdat ik heb zelf nog een kindje van 2 jaar. En op den duur, ja, je denkt daar wel over na. Zo van, zou ik mijn kind nog wel naar een crèche doen? Allee, ik kan me voorstellen dat heel veel ouders in Vlaanderen hun daarover echt terecht zorgen hebben gemaakt. Dus dat is wel iets dat mij is bijgebleven in 2022. Maar er zijn zoveel dingen. Allee, de mensen moeten komen kijken om het te zien wat ik allemaal heb opgeslaan. Hè. Ja. Maar word je daar dan depressief van zo'n heel jaar lang kranten te lezen en het nieuws te volgen, heel intensief zoals jij gedaan hebt? Ja, ik ben wel mezelf tegengekomen. Hè. Het is wel, er is weinig om vrolijk van te worden, maar ik had mij wel de doelstelling voor ogen gesteld van, kijk, je gaat wel een feel-good eindejaarsconferentie maken. Dus ik heb geprobeerd om van alles, zelfs van de oorlog, zelfs van de Poetin, iets positiefs te maken. Dus, dat is ambitieus. Ja, dat is ambitieus, want het is wel gelukt. En dat is de bedoeling, dat de mensen met een warm gevoel naar buiten gaan. Bij eindjaarsconferences denk ik dan altijd aan een aaneenschakeling van grappen, al dan niet flauwe. Maar dit is hier wel anders als ik zo achter jou kijk met veel instrumenten en zo meer. Ja, het is daarom dat ik het ook graag een muzikale eindjaarsconferentie noem, omdat ik bewust heb gekozen voor een big band met heel veel mensen op podium. Ook om dat warmte, om dat positief gevoel de zaal in te stuwen. Eigenlijk een enorme positieve energie teweeg te brengen. En ik wou nog eens iets doen na El Tatu del Tigre en na de jukebox met heel veel volk op podium. En vandaar dat ik gekozen heb om echt de muziek te laten primeren doorheen al de verhalen. Want het zijn eigenlijk meer verhalen die ik vertel. Er zit ook veel humor in, maar er zit ook ontroering in. Er zitten persoonlijke dingen in van mij. En daartussen zit die muziek en dat is fantastisch gelukt. Ik zag hier al bij de soundcheck dat de klank, het volume dat in je rug stoomt en pompt, dat is overweldigend wel, hè? Ja, daarvoor doe ik het, hè. Dat is echt een kick krijgen, elke avond weer opnieuw. Al die blazers, die stuwen nu gewoon bijna. Dat is precies dat ik elke avond precies van dat podium val. Nu, in Eeklo is er hier geen podium, maar bon. Dat is wel het gevoel dat je hebt, zo van, veel die energie in je rug. Ja. Wat zijn zo de reacties al geweest, of waar heb je het meest aan gehad in de voorbije 14, 15 voorstellingen? Want je zit ongeveer halverwege van de 30. En je bedoelt van onze band of van de mensen in de zaal? Laten we eerst van je band eens spreken. Ja, dat moet dan u vragen. ik denk dat ze het ongelooflijk uniek vinden om met zoveel deze voorstelling te kunnen mogen spelen. En voor jezelf? Ja, dat is ook dat is uniek in Vlaanderen, dat we met zoveel op een podium kunnen staan en dat we dat rondgekregen hebben binnen onze eigen productie. Kleinfeest de Tweeke die dit alles heeft gedaan, de verkoop, de productie, alles zelf gedaan. Ja, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, want jullie zijn zelf op zoek gegaan naar plaatsen waar je kon spelen. Je hebt alles zelf in handen genomen. Ja, in deze tijden is dat toch wel zeer uitzonderlijk. Ja, dat is pittig en soms denk ik van, amai, hebben wij dat gedaan? Voor herhaling vatbaar of is dat
dat voor iets voor de toekomst, dat je meer moet doen? Die grote ploeg bij elkaar, wel, ik doe het wel graag, hè, grote ploegen samenbrengen. Maar je mocht het niet onderschatten. Het is misschien niet voor elk jaar, maar misschien om de 2 jaar dat we met een grote productie komen. Ja. En de reactie van de mensen om daar ook op te antwoorden. Verleden week speelden wij in Leuven en de mensen hebben echt die feel good nodig in deze tijden van crisis. De mensen zijn echt, gaan met een goed gevoel naar huis, een warm gevoel. Ze hebben gelachen, ze hebben gedanst op het einde van de voorstelling. Ze hebben mee kunnen zingen en ze hebben eigenlijk echt een totale show gehad eigenlijk. Je steekt er ook hier en daar eens een regionaal aspect in. Mogen we toch al eens vragen wat het voor Eeklo gaat worden? Wel, dat is dan misschien toch niet zo evident om dat hier te maken. Ik weet niet wie dat u dat heeft gezegd. Dat we... Ik heb dat uit een vorig interview gehaald. Ja, we doen dat eigenlijk niet meer. Wegens weinig succes. Nee, maar bon, de voorstelling duurt bijna 2 uur. Ja. Als ik dan nog eens elke keer... iets regionaal gaan zeggen of zo. Maar soms slaapt dat daarin, maar vanavond misschien dat er nog iets... Uit de bus valt. Ja, maar ik neem aan dat het nog altijd evolueert, jouw voorstelling? Of is ze nog altijd krek dezelfde als de eerste? Ja, ik moet mezelf een beetje tegenhouden, want natuurlijk, actualiteit is iets dat elke dag... Het is een drug, hè? Ja, het is echt verslavend. Dat is echt wel zo. Maar het is echt een terugblik op 22, dus voor mij stopt dat ergens wel. Maar ik heb nog maar juist 2 weken een congé gehad. En in die 2 weken zijn er ik weet niet hoeveel mensen gestorven. Dus ja, dan moet ik gaan nadenken van, is het de moeite om er iets over te zeggen? Ja of nee? Bijvoorbeeld ook nu de leraar kwestie weer. Allee, al die onderwerpen, ja, dat is wel zo dat ik daarover nadenk. En dat ik elke keer wel een klein beetje moet bijschrijven of aanpassen. Of zie je, wat ligt er gevoelig, wat niet? Ik hoor het, er zit een vervolg in. Wel, ik ga er wel een nieuwe maken, maar... Wanneer, dat weet ik nog niet. Hopelijk volgend jaar, hè. Ja. In ieder geval, veel succes vanavond. Dankjewel. Merci. Fever! Dankjewel! Ja, ze zeggen altijd dat een eindejaarsconferentie voor te lachen is. En dat mag, vind ik. Maar het mag ook over de kampioenen gaan.